Natuurlijk geen zombies die spawnen, want dan wordt het helemaal gekke boel hier. Komt een apocalypse. Niet echt heel handig dat. Duizend zombies op je afkomen. Zo. Oké. Ik heb verder geen plan op de server zelf. Als je zelf een leuk project hebt, dan ga ik het dan misschien uitvoeren. Op dit moment ben ik echt projectloos. Ik doe eigenlijk maar wat, want mensen willen dit zo'n deze serie zien. Dus eigenlijk, deze episode is geforceerd door mij. Ik forceer mezelf om deze op de server te gaan nu. En om iets op te nemen. Dus daarom kan commentaar een beetje slap zijn soms. Misschien is het ook wel de hele tijd. Misschien vind je het niet omdat je niet eerlijk durft toe te geven. Het kan ook zo zijn, maar ja. Weg. Oké. Okay. Eventjes wat muurtjes bouwen. En ach, als ik nog één keer slaag, ga je dood, weet je ook hoe. Dat ik een niet al te super groot huis doen. Ik heb echt geen flauw idee waar ik aan het bouwen ben nu. Eventjes for your information. Oh, hier moet kobbel. Cool, je begint op een zenuw te werken. Wat van dat glas erbij. En dan zo. En nog meer. Even kijken hoe lang ik aan het recorden ben. Doe ik nu eventjes. Oké, ik ben nu een half uur aan het recorden. Of weer twee episodes. Dus waarschijnlijk kijk je nu naar de derde episode al. Als het goed is. De derde episode in de zin van de derde achter elkaar opgenomen episode wegens de vakantie. Hihi. Oké. Okay. 5, 6, 7, 8, 9. En dan 1, 2, 3, 4. En die koe is echt heel zenuwachtig. Maar is het een bug dat als je eenmaal een koe slaat, dat ze continu blijven rondrennen? Ja. Dat is een bug. Wel grappige bug, moet ik zeggen. Ziet er wel geniaal uit. Oké. Okay. Want op de Minecraft-server ging Powerpuncher. Of iemand anders kan ook Evitja zijn. Maakt niet uit. Die gooide eieren aan tegen de koeienfarm bij de spawn daar. En die koeien bleef maar rondrennen. En dat filmde Ito in zijn nieuwste episode. Voor jullie staat het niet zijn nieuwste episode, voor mij wel. Dus video komt eens over een weekje uit nadat die is opgenomen. Misschien wel anderhalve week later. Moet ik allemaal zien met mijn schema. Die ik ga gebruiken tijdens de vakantie. Oké. Is het mooi? Nee, dat is echt niet mooi. Ja. Ik wil een raam nooit meteen naast dit ding aan de zijkant. Dat vind ik niet mooi. Nou, dit kan wel zo. Oké, wordt een beetje berghutje-achtig als ik al zei. Misschien een beetje boerderijachtig. En eigenlijk bouw ik maar wat. Ik heb geen eens een design in mijn hoofd. Ik doe maar wat. Het meeste komt wel iets leuks uit. Dit klopt dus echt niet. Wat doe ik hier voor verprutswerk? Ah. Ik zie het al. Zo, nu klopt hij. Oké, okay, even wat eten. Als ik wat bones had meegenomen, want daar heb ik heel veel liggen. Dan had ik gemakkelijk heel veel eten kunnen hebben. Maar ja, dan maar niet. Oké, okay, een vloertje. Even een vloertje erin leggen. De mooiste vloer op mijn hoofd zou gewoon normale hardened clay blokken zijn. Ik heb daar 45 voor nodig uit mijn hoofd. Want ik heb net 5 bij 9 gemaakt, dus laten we even op klei gaan zoeken. Gewoon on-cam, omdat ik anders tijd verpruts voor. Omdat ik nog heel veel dingen wil gaan opnemen. 3 toms Minecraft hebben zo, het gaat nog heel lang duren dat. Ik heb een hele dag voor nodig, heb ik daar wel. Dus ja. Dat is al genoeg voor 13. Maar ja, ik heb natuurlijk geen helm. Ik ging dat vragen, wat voor helm heb ik eigenlijk? Enchant. Ik dacht dat ik Respiration of Aqua Infinity had, maar dat is helemaal niet waar. Ik heb gewoon een Wither Skull. Even omhoog gaan voor adem. Ik kan ook torches plaatsen, maar die heb ik niet bij me nu. Oh, toch wel. Doe ik dat zo eventjes. Of een deur plaatsen kan ook. Toch veel handiger dat. Een deur plaatsen. Oh, dat is zand. Even alles weer collecteren. Oppakken. En zo.
Ik mis nog een paar. Want ik heb, ja, daar, oké. Ik moet er nog twee hebben. Oké. Gewoon die vee nog, dan heb ik wel genoeg. Klaak is best wel grappig eigenlijk. Als ze binnenkort in 1.7 update komen, er waarschijnlijk gewoon nieuwe zeedieren erbij. Althans, Jeb heeft gezegd dat het de biome... Ah, daar is een zombie. Zo. Dat het de biome / ocean update wordt. Dus dat houdt in dat denk ik wel heel veel nieuwe zeedieren bij komen. En ik zeg dit uit mijn eigen dingen die ik heb gezien. Dus het kan zomaar zijn dat ik niet even gelijk heb. Maar ik heb ook gezien dat er een petitie is. Dat is een handtekeningactie. Dat mensen willen dat 1.7 alleen maar bugs worden gefixt. In de zin van, je hebt die bugs dat je als je een paarden heet soms kapot of een dood glitchje. Je hebt andere bugs die echt heel belangrijk zijn. Zullen was dat 1.8 die nieuwe dingen komen. Dat wil men, hè. Dat willen op dit moment misschien een paar duizend van een Reddit community. Maar dat zegt niet meteen dat het ook zo gaat worden. Maar ja, wat ik zo over had is dat in de toekomst, als er die nieuwe mobs bij komen, dat het hakken van klei wel wat avontuurlijker wordt. Laten we het allemaal hopen. Oh, ik heb het verkeerd gedaan net. Er even een kooltje bij. Oké. Of wacht, is ook een mooie vloer, als ik nu zo zie. Even kijken. Nee, de normale is beter. Dat zie ik nu al. Dat de normale beter is. Dit is te donker. Dit is te zwarte, toch? Oh nee, grijze. Bijna goed. Oké. Even weer wat eten. Even toortjes maken. Ja, dat kan nog. Mooi. Vier van dit. Oh, nog wat sticks. Dus ja, als in 1.7 dus die nieuwe mobs komen. Ik heb er zin in. De ocean mobs dan vooral. En nieuwe biomes. Ik heb er echt zin in. Eindelijk wat iets leuker in de zee. Want de zee is nu echt zo black fire van je denkt. Saai, je kan er niks mee. Het zit alleen maar in een weg. En ja. Ik ga geen tweede verdieping erop maken. Ik ga wel een soort dak maken. Maar geen tweede verdieping. Want ik heb vaak gezegd. Ik heb niet echt super grote plannen meer op de server. Ik wil gewoon een mooi huisje hebben ergens. En dat is alles, denk ik maar. Oké. Maar als jullie natuurlijk zelf ideeën hebben, laat ze achter in de comments. Dan zou ik ze uitvoeren. Pas over één episode, want dan is deze record sessie afgelopen. Oké. Het kan best wel zomaar een heel lelijk huis gaan worden. Maar we zien wel. We zien allemaal wel. Ik ga er toch eentje lager doen. En ik weet dat ik gebruik inderdaad zelf ook gaan als hulpwerkwoord. Je kunt het gewoon niet preventeren. Het is gewoon niet preventeerbaar. Zo. Oh. Dat bed zat tegen mij aan. Heb ik mijn spaan nog gezet? Nu wel. Oké. Okay. Iedereen denkt dat je echt moet de hele nacht moet slapen om je spawn te zetten. Misschien is het een bucket wel zo, maar vanilla, nope, dat is niet waar. Gewoon erin liggen en eruit. Dan heb je je spawn nog gezet. Oké. Okay. Deze kan nog eventjes. Zo. Oh, zonsopgang. Screenshot. Doe ik altijd. Vind ik leuk. Ik wil samen van die screenshots gewoon voor later ooit een keer. Zo van als ik open ben. Oh, kinderen, dat spel Minecraft dat ik vroeger speelde. Oh, ik maakte altijd screenshots van de chans op- en ondergangen. Oh, wat leuk. Weet je wel. Oké. Okay. Eventjes deze kant nog. Vloetsch. Ik heb denk ik geen koppel genoeg. Dammit. Dan ga ik zo even terug naar spawn. Dat doe ik wel volgende episode. Ik heb nu geen zin in.
Dat is de lange trip in de Nerre, denk ik. Welke koord zit ik eigenlijk op? Oh, wel aardig ver weg. Min 2400. Ik weet de spawn coördinaten niet eens. Van het dorp. Niet van de echte spawn. Maar ja. Nog deze even goed aanleggen. En dan komt dit zo. Ik doe het zo dan iets. Met zo'n... Ah, die koe doet nog steeds... vreemd, die rent nog steeds rond. Oh, dat klopt niet. Zo. En zo, en zo. En zo. Wauw. Waar kwam die creeper vandaan? Waar kwam die vandaan? Waarschijnlijk zagen jullie hem al lang. Toen ik naar beneden keek. Maar ik niet. Ik zag hem niet. Waar de fuck kwam die vandaan? Wauw. Oké. Voor mij is mijn klei wel grotendeels klaar. Ah, niet eens. Niet eens over de helft. Maar ja. Als ik nu een patroon van maak, kan het misschien wel mooi zijn. Of ik doe mijn standaard patroon. Dat is dit patroon. Gewoon altijd schaakbord. Het beste patroon dat je kan hebben. Gewoon niet al te moeilijk. Dit patroon doe ik meestal. Deze twee kleuren. Komen heel mooi... pas heel mooi bij elkaar, vind ik. Zo. En dan deze. Ja, wel vet. Alleen, ik kan niet zeggen dat het huis super mooi eruit ziet. Voor mij, dit past niet echt, vind ik. Dat, gewoon die steenkleekleur. Maar van de buitenkant wel, vind ik. Dat ziet er wel vet uit, dit. Alleen dit dan weer niet. Gewoon dit gedeelte hier. Maar deze lijn hieronder wel. Ach ja. Ik ga nog even wat offline kopbol hakken. Ben ik zo terug. Oké, het dak zit er helemaal op. Oh, het gaat niet lukken zo. Oh. En ik heb daar kopbol gehakt. Gewoon even heel lelijk. Maar dat fix ik later wel. Oh. En er zit een sapling hier weer. Die komt daar te staan. En het ziet niet slecht uit. Maar wat ik toch altijd mis is een dakraam. En dan moet ik even midden opzoeken. En dat midden zit hier. En dan komt hier het dakraam. En ik heb altijd een eigen bedacht design voor een dakraam. Het is zo. Heb ik iets van... Dat zijn een half jaartje geleden bedacht. Een keer voor mijn let's play voor die boerderij. En ik vind het wel nice. En dan moet ik het ook zo... Deze moet dan weer zo. Zo. Die weer zo scheef tegenaan. Oké. Komt hier dit. Oh ja, dat is waar. Oh, dat glas gaat dan heel vaag doen, hè. Ah. In ieder geval, dit is het dakraam dan. Gewoon even het normaal glas erin doen. Of gewoon geen glas. Dat ziet er vet uit wel. Oh shit, ik heb één te ver naar die kant op gedaan. Ah, dan kan mijn baan deze aan de kant doen. Doe het ook wel eventjes zo. Het maakt niet uit. Het maakt helemaal niet uit. Dit keer zeg ik voor deze keer mijn leven. Fuck de symmetrie. Normaal ben ik zo symmetrisch. Doe ik alles precies in het midden. Maar dit keer... Het maakt me helemaal niks uit nu. Want ik heb haast. Ik wil heel veel episodes maken. De komende 3 dagen voordat ik op vakantie ga. Dus. Maar net als dat jullie dit video zien, ben ik al lang terug van vakantie. Maar ja. Het houdt nog even hakken. Ah. Leuk. Lek. Disconnect ik weer eventjes. Oh, niet een single player. Ik heb soms dat mijn internet uitvalt. Bij mijn vader dan. Gewoon voor 10 seconden is je bezig. Boom, weg. Ja, hij is weer. Ah, hier ging hij crashen. Maar ja.
Huis ziet er wel vet uit, moet ik zeggen. Toch wel. Mooi berghutje. Nog even dit naar binnen verplaatsen. Nou, ik wil ook jullie bedanken voor het kijken van deze 3 episodes. Denk 19, 20 en 21. Als jullie de video's leuk vonden, kunnen jullie ze een like geven. Bedankt voor het, als je meer wilt zien, kun je abonneren. En dan bedankt voor het kijken. En tot de volgende keer. Doei!